dat is makkelijk. Maar nu ben ik een ruiter en ik wil exact die beweging hebben. En dan weer lichtjes oppakken met je buitendeuk. Ja. Maar hij moet het daar gaan doen. Oh ja. Schouder weg van je gaat, hè? Oh ja. Het zou best kunnen zijn dat er iets met een meniscus of zo niet helemaal goed is. Deze misschien wel kopen. Ik vind het echt een fantastische broek. Onweersgebied er hier naartoe komt. Hallo poepje. Kijk eens wie er helemaal sociaal leven is geworden. Wow, zit trouwens. Ja, ik was even afgeleid, want er zit echt een. Wow, er zit echt een hele waas over mijn lens in. Oké, dus iets beter. Ons kleine kind. Mijn vissen, ik heb mijn vissen vanochtend weer geprobeerd te voeren, maar ze zijn nog steeds niet voor zijn gekomen. Dus ik denk oprecht dat ik geen vissen meer heb. Je gooit maar voer in die vijver. Ja. Precies, voor het idee. Ja, maar ik denk dat want we hebben best wel wat reigers blijkbaar gehad. Dus misschien hebben we gewoon die reigers allemaal meegenomen. Maar ik denk van, we hebben echt 50 vissen of zo. Dus hoe? Nou ja, meerdere reigers zitten in die snack. Vast wel een paar visjes per dag. Ja, maar ze nemen ze mee, hè. Dan gaan ze gaan niet drie tegelijk in hun bek nemen. Nee, dat is waar. Hoe ze nog steeds aan het sluipen. Ja, denk het wel, want nu is het ook alweer zo saai. En het is volgens mij goed voor je. Oh, kijk op. Oh, cute. Pelikanen. Sukkels. Hallo, hallo. Ik heb al ontbeten, want ik voelde me vanochtend geroepen om heel veel klusjes nog even te doen. Ik was natuurlijk gisteren nog druk bezig met de bak te sproeien. Ik heb vanochtend het hoekje nog even met de hand bijgesproeid. Oh, dat was echt niet te doen. Nu is trouwens Dana aan het rijden. Dana heeft een haflinger meegenomen. En zij hoort natuurlijk niet echt bij ons, om het even zo te zeggen. Maar zij had gezien of gehoord dat we vandaag een clinicdagje wilden doen bij Astrid. En zij woont ook nog wel een stukje hier vandaan. Maar veel verder nog van Astrid vandaan. Dus ze vroeg ze of ze mee mocht doen. En eerst hadden we zoiets, was wel druk bij onszelf. En het zou heel de middag regenen. Dus het moest allemaal best wel gepopt worden in de ochtend. Maar het blijkt toch heel de dag super mooi weer te gaan worden. Dus toen dachten we, dan kan ze net zo goed gewoon gezellig meedoen. Aangezien we natuurlijk wat uitvallers hebben qua geblesseerde mensen of geblesseerde paarden. Dus was wel leuk omdat ze dan ook eventjes mee kon doen. Dus Dana is even als eerste, want die moest ook weer heel vroeg weg, want die had vanmiddag een bruiloft. En daarna ben ik met Martje, want ik vond het ook niet erg om 's ochtends vroeg te gaan. Dan gaat volgens mij Jasmijn, dan gaat Dena, dan gaat Luna en dan gaat Isa nog eventjes mailen, maar dan eventjes kijken. Dan gaat ze dus niet stappen doen, maar grondwerk. En dan gaat waarschijnlijk Astrid grondwerk met Merel doen. En dan gaat Astrid ook nog even wat grondwerk met Suske doen. Om dus even te kijken hoe ze loopt. En, want Astrid is natuurlijk ook heel veel van de revalidatie en zo. En even kijken wat zij van Suske vindt. En of ze denkt, dit is toch wel iets wat je kan trainen. Of gewoon inderdaad een fotootje laten maken. Ook al wil Carmen dat toch wel voor de zekerheid hoor. Maar dan is het misschien wel fijn als Astrid eventjes wil meekijken. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Vanmiddag willen we waarschijnlijk ook nog even naar de Applejack toe. En gaan we nog even uit eten. Oh, het is echt prachtig weer. Ik ga denk ik alleen spijt krijgen dat ik een lange mouwshirtje aan heb. Maar anders matcht het niet met mijn outfit. Ik heb deze niet in korte mouwversie. En ik wil wel dit kleurtje aan eigenlijk. Hallo droppies. Ja, ik heb aan Carmen een vliegenmaskertje voor jou gevraagd door Aksje. Ik heb misschien nog wel een andere die ze eventjes om kan doen. Vee is aan het losrijden. En de hele fanbase zit hier toe te kijken. Superleuk. Hebben jullie ooit geleerd dat je stelling vraagt door je hand opzij te doen? Ja. Nou, stelling vindt dus hier plaats, hè? Precies zo onder dat kopstuk. Mm-hmm. Hier heb je een beetje zo die gleuf lopen, zeg maar, achter het oor en die kaakrand. En dat is precies het gebied waar die zijdelings moet buigen. Dus dit is stelling. Ja. Nou, ben ik fysiotherapeut, osteopaat of whatever, dan zet ik hier mijn hand. Ja, en dan buigen. En dan vraag ik met mijn andere hand die neus opzij. Ja. En ik heb stelling. En dan wacht ik tot die erop loslaat. Nou, laat erop los. Dat is makkelijk. Maar nu ben ik een ruiter en ik wil exact die beweging hebben. En het enige instrument wat ik heb is mijn teugel. Nou, doe ik mijn teugel opzij, zoals we ooit allemaal geleerd hebben op de manege of op de ponyclub of waar dan ook. Wat krijg je dan? Ja, dan buigt hij hier. Ergens tussen het vierde en het vijfde halswervel. Ja. Dat is geen stelling. Nee. He, dat is wel een buiging, maar dat heeft niet de functie die ik net uitlegde. Ja. Dus echte stelling vraag je door je hand omhoog en naar voren te doen. Zie je? Ah, ja. Dan kom ik precies in dit gebied aan. En als een paard daar nog niet loslaat, en paarden hebben vaak hele goede redenen om daar niet los te laten, dan mag ik daar dus best zo mijn hand omhoog en naar voren houden, totdat hij wel loslaat. Waarom? Omdat als ik mijn hand naar voren toe laat inwerken, dan werk ik altijd met de gewrichtsvlakken van het lichaam mee. Dus ik zit geen druk uit te oefenen op een gewricht ergens in de nek. Zo dat heeft die van mij dus heel snel. Die doet heel snel dit en dan blijft ze echt gewoon heel erg bovenin in haar eigen
houdingje, ja, zeg maar. Die, ja, vindt dat heel lastig om dan lastig wat lager de hals te houden. Ja, en dan toch los te blijven. Ja. Ja, precies. Heel veel paarden. Maar hoeveel mensen ken je die altijd zo last hebben van pijn hoog in de nek? Daar zit er nummer 1. Ja. Ook vaak hoofdpijn. Yeah. Ja. Nou, hoeveel paarden denk je die dat probleem, ja, hebben? Heel erg veel. Ja. En dat werkt exact hetzelfde, want hun spieren zitten exact hetzelfde in elkaar als die van ons. Ja. Ze heten ook allemaal hetzelfde. Zo, ja. Ja, mooi. En dan nagevelijk houden op je binnenstelling. Zo, ja. Dat hij optimaal kan dragen op het achterbeen. En dan weer lichtjes oppakken met de buitenteugel. Hij is daar wel zwaar. Ja. Ja. Maar Marie gaat er wel lekker van lopen. Ik kan die benen. Ja. En weer klein opvangen buitenteugel. Heel mooi. Super hoor. Voelt hij zo? Ja, lekker. Ik denk het. Wat last van mijn eigen buik. Hè? Wat last van mijn eigen buik. Ja, precies. Maar dan doe jij het goed. En dan denk je wat leuk is. Mooi, hè? We laten nageven op de stelling. Zo, ja, toestaan. Kuit eraan. Wel, ja, goed hoor. Nu zou ik een stukje schouder in de wagen meenemen. Hallo. Ben je aan het filmen? Ja. Nee? Ja. Jawel. Hallo! Wij zitten lekker de hele dag een beetje in het zonnetje naar de lesjes te kijken. Het is echt heel erg warm. Vee is nog aan het rijden nu. En Jasmijn met Freekie zijn nu aan het instappen. Yes. En hierna is Bena met Casper. Dan Luna met Esprit. Oh, ik wil ook even van zich laten horen. En daarna gaat Astrid zelf nog even met Suske aan de slag. En dan wil ik denk ik nog een grondwerklesje met Merel doen. Hij ging echt lekker, ja, hè? Te activeren. Lekker nat, mijn kind. Hij had het ook echt zwaar mee, die neusgaten de hele tijd. Ja, zwaar, maar hij bleef wel echt doorbinnen. Ja. Ja, hij bleef echt goed doorlopen. Maar ik had hem dus wat Andrix gegeven. Dus oh! De geheimen van Feline Hooy. Nee, maar Andrix is voor die eventingpaar, dat ze die energie over heel de, ja, de training gedurende vrijkomt. Ja, maar werkt dat echt als je dat zo eenmalig geeft? Ja, weet ik niet, maar ik heb hem een lekker recept gegeven. Beetje placebo effect misschien, maar nu... Ja, ja, vanochtend. Nee, dat werkt echt niet nu. Nou ja. Ik toch 3 uur daarna of zo? Ja, volgens mij wel. Hier hebben we Jasmijn met Freekie. Freekie is 7 volgens mij. Of 6. Ik denk 7. Sorry Jas. Ik ben niet helemaal op de hoogte. En ze zijn samen pas L1 gestart. Volgens mij heeft ze Freek nu een jaar of ruim een jaar. Ik ben echt niet op de hoogte. Maar kijk hoe knap ze saampjes zijn. Die gaan echt heel snel naar een hoog niveau knallen, denk ik. Echt knappertjes. Ik wil straks even foto's maken. Bij een hek willen ze altijd gaan aan het hek leven. Hier meenemen, tikje naar links. Zo ja, en Jan met een voorkant staan. Dit. Loppie en weer naar links. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ik wil hem lekker. Nooit ontstaan vanuit je eigen spierkracht, vanuit je armen. Je kan alleen maar ontstaan vanuit zijn spierkracht. Vanuit je achterbeen. Bezig. Kijk, nou heb je hem rechter in zijn lijf. Ja. Opzij. En precies, zijn schaarbeweging mag veel groter nog, ja, maar dat is training. Ja. Ja, maar het belangrijke is dat je hem eerst in zijn lichaam in de juiste richting hebt. Nu hebben we daar Dena met Casper. Casper is haar bijrijdpaard, volgens mij dus 1,5 jaar nu. En Dena had tot 2 weken geleden volgens mij nog nooit les gehad. De laatste tijd is ze vet fanatiek. En nu gaat ze ook lekker bij Astrid lessen. Ik ben benieuwd. Wat schattig dat je daar iedereen mee in zou kunnen. Schattig, hè? Is toch leuk? Weet het er ook op van. En die van Jess ging trouwens... Jesse. Die van Jas ging trouwens vet goed. Lekker gereden, Jas. Lekker gereden. Astrid vond hem een heel goed paard. Dus dat is ook leuk om te horen. Nou gaan we gaan naar Dena kijken. Nou, wij hebben allemaal heel veel respect voor Dena. Want het is 25 graden en ze rijdt in een base layer. Ik ben echt in de moed van trek je bikini aan. Ja. Smelt hier dan weg. Trek je bikini eigenlijk op je paard zitten. Ze zijn nu ook bezig met die oefening die Freek en Jas net ook deden. De kwartlijn of zo noemden ze dat. Hoe noemen ze dat? Kwartlijn? Volgens mij zoiets. Kunnen jullie allemaal zien in Vee haar video die ze in de winter ergens een keer heeft geüpload. Geüpload. Over een les met Mar. Met Olly, ik weet niet met wie die les was. Mar volgens mij. Ja, met Mar. Ja. Maar ze speelt best wel van zichzelf al wat meer opwaarts. Opwaarts, ja. Niet zo goed. Ja. Ik weet niet of het optisch is wat hoog is.
ja, lekker Jan naar voren houden hoor. Hij geeft toch wel na. Kijk, en nou komen we gelijk tegen een aantal problemen aan. Ja. Want wat gebeurt er onder jou als jij bezig bent met activeren? En opvangen, wat gaat hij allemaal doen? Harder lopen. Hij gaat harder lopen. En dan vang je hem op. En wat doet hij dan allemaal? Meestal zijn mond open. Ja, hij doet zijn mond open. Ja, hij is daar heel gevoelig voor. Hij doet dat echt heel snel. En waarom doet hij dat? Geen idee. Omdat hij dan weer lekker in zijn eigen balans op zijn binnenschouder valt. En lekker die linker kaak vastzet. Oh ja. Waar hij zichzelf opvangt. Maar waar hij zich moet opvangen, zijn zijn buikspieren en zijn lendenen. Ja. Dus hij is niet zo'n paard die er een total hier aan is makkelijk. Ja. Maar hij moet het daar gaan doen. Ja. Snap je? Ja. Dat is moeilijk. Maar daar kunnen we hem gaan brengen. Alleen daar heb je wel extra oefeningen voor nodig. Ja. Daarom is stelling en buiging uitgevonden. Omdat je paarden zich dan vast gaan zetten. En je wil ze daar loshouden. Ja. Mag het vol te komen. Is die weer goed, hè? Ja. Ja? En weer een. Dena en Kras gingen vet goed. Dina is blij. Als het goed is blij. Dat is fijn. Leuke les, Deen. Leuk om te zien. Goed, hè? Dan gaan we de volgende eens eventjes voorstellen. We hebben daar Luna met Spriet. Esprit, maar ook wel Spriet. Ze is een heel ander soort paard dan die andere drie die we net hebben gezien. Spriet is een beetje stress. Een druktemakertje. En ze springen crossen, dressuren. Ja, ze doen een beetje van alles. Hartstikke leuk. Maar goed, ik ben heel benieuwd naar deze les. Jullie ook. Veel plezier met kijken. Nou kijk, Vliene Hooi aan het werk. Dat zien we nooit. Echt op het strand lopen. Ja, mooi. Hand naar de oren. Terug werken. Juist nu van je afrijden. Kijk, iedereen weer. En weer naar voren. Juist. Denk dat de teugel langer. Wat een fotobom. Ja. Filmbom. In de eigen vlogje. Ik denk, ik moet het allemaal even losmaken. Zo ja. Linkerhand weer naar voren. Daar. Echt mooi ziet dat eruit. Ja. Lekker vanuit je handen. Vanuit je armen blijven. Veel comfortabeler. Ja. Dat je niet bedenken. Juist. Daar is er bijna. Ziet er goed uit, Loen. Ja. Ja, super. En het leuke is, als hij gaat nageven, dan breekt hij van achteraf. Ja. Want dan voelt hij direct op zijn rugband komen en dan denkt hij zo. Dat is lastig, maar dat moet hij ontwikkelen. Dat is hetzelfde als dat ik met mijn benen. Nog laag. Zo, oh. Ja. Goedjes. En weer naar voren, niet terugwerken. Dan krijg je die onderhalf weer. Spriet is klaar, ging echt mega goed. Luna is echt compleet uit haar comfortzone getrokken, maar zover ik het begrijp gaat ze lekker met Astrid de komende tijd aan de slag. Om Spriet een subtoppaard te maken, hebben we zo net gehoord. En nou gaan Merel en Isa, of nou Merel in elk geval, Isa heeft een ongelukje gehad gisteren. Dus rijles zit er niet echt meer in, dus Astrid gaat nu lekker met Merel grondwerken. Of Isa gaat ook grondwerken, dat weet ik niet precies. Maar hartstikke leuk. Nee, maar het is toch leuk. Dan weten ze even wat er allemaal gebeurt. Als die alleen maar bewegende paarden voorbij komen. Ja. Dat is de ene laatste, want daarna gaat Vee nog lekker met Suske aan de slag. Want Carmen kon niet, begreep ik. Dus Vee gaat dat doen. Leuk. Succes met kijken. Veel plezier. Veel plezier met kijken. En ik corrigeer haar nu wel op dat trekken. Dan vraag ik gewoon de stelling los. Dan komt ze weer in die aanspanning. Maar ik ervaar nu wel dat ze veel kort op elkaar begint te rekken. Dus ik weet dat ze moe wordt van wat ik traag. En daar ben ik op zich niet zo bang voor. Maar ik heb er wel respect voor. Ik zeg oké, ik registreer dat je moe wordt. Ik wil niet zeggen dat je een benen zin krijgt. Deed ze dit ook met Olympus tijdens die revalidatie en zo? Mm-hmm. Zij niet verder. Ja, oké. Okay. Nageeft. Ja, en dan voel je dat die schouder weg van je gaat, hè? Oh ja. Oh ja. Nou, hier topje is wel nageven zelfs. Zie je? Leuk. Heel goed. Ja. Dat. En nou heb je ze dus ter hoogte van de schouders verticaal in balans.
Isa en Astrid zijn nog even lekker aan het napraten over, over het plan van aanpak. Hoe ze Merel kan gaan loswerken de komende tijd. En hier hebben we ons volgende setje. Vee en het zusje. Nou, wil je nog wat vertellen? Eigenlijk heb ik net al verteld, hè. Carmen, ja, Carmen die kan niet, want die kon alleen vanavond. Dus toen zei ik, moet ik er anders eventjes aan Astrid geven. En dan gaat ze natuurlijk even kijken of... omdat ze natuurlijk nog steeds niet helemaal 100 loopt. Het is wel echt wel verbeterd, maar... Of dat een trainings iets is, dat ze gewoon sterker gemaakt moet worden. Omdat ze heel de leven gewoon echt recreatief is gereden, of heulens heeft gekregen, et cetera. Of dat toch iets inderdaad misschien beschadigd is of verouderd, want ze is natuurlijk al 18 jaar oud. Dus? Dan, aangezien Astrid natuurlijk helemaal revalidatie en alles is, zou ze dat misschien kunnen zien en misschien niet. En maar Carmen gaat sowieso wel een keer naar die arts om ook even uit te sluiten. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ga ook een stukje voor jullie filmen, uiteraard. Veel plezier met kijken. Oh ja, oh jeetje. Ja, wat raar, ja. Maar dit erger dan eerst. Ja. Dit is een zware bak natuurlijk. Hallo, hallo, daar ben ik weer. En volgens mij is die lens elke keer zo vies. Nou, gaat even niet beter dan dit krijgen. Maar ik wilde nog eventjes vertellen hoe het ging. Zowel met Mar als met Suske. Zo, eerst even het slechte nieuws doen. Suske moet wel echt even naar de dierarts toe. Liefst zo snel mogelijk. Want er zit wel echt iets in haar knie, denkt Astrid. Linkerknie. Oh, gaan we mij gelijk weer de alarm bellen. Want nou ja, Olympus zit in zijn rechterknie, had hij iets zitten. Want er moet echt wel eventjes onderzoek naar gedaan worden. En wel even een echootje. Het zou best kunnen zijn dat er iets met een meniscus of zo niet helemaal goed is. Dus dat is natuurlijk niet zo fijn. Aan de andere kant ja, was Carmen dat op zich natuurlijk wel al van plan. En ja, is het ook alweer fijn om bij de dierenarts juist wel bericht te krijgen met wat het nou precies is. Dat je het weet in plaats van dat het nu natuurlijk zo vaag elke keer blijft. Dus dat heb ik even naar Carmen geappt. En mijn eigen les ging echt mega goed. Echt super tevreden over. Hij liep veel beter dan woensdag. Woensdag had ik echt wel wat... problemen nog, maar ook al was het natuurlijk weer de eerste les sinds heel lang. En ik vond ook de bak toen wat muller. Hij is nu nog steeds wel wat mul, maar wel beter dan toen. Nou, ik heb natuurlijk al gezegd dat mijn sproeiers na het weekend binnenkomen. En woensdag hebben we ook een springkliniek hier zo. Dus dan ga ik de bak helemaal onder water zetten. En dan is hij nog beter voor het springen natuurlijk. En Mardi was echt zo lekker voorwaarts. En gelijk vanaf het begin al in stap, in draf, in galop. En zulke mooie bergopwaartse gedeeltes heeft hij laten zien. Hij was af en toe best wel tegen mijn binnenbeen rechts. Ja, het is mijn rechterbeen in. Dus ik deed soms even mijn zweepje aan die kant om hem een beetje bij te sturen. Maar over het algemeen echt super tevreden hoe die liep. En iedereen zei ook echt van, oh, zo, die zijn benen gaat. En zijn achterbenen, die wilde die gewoon helemaal zo tjoef naar voren. Dus in plaats van dat voorbeen zo tjoef naar voren. Gewoon heel goed achterbenen. Maar dat zegt Astrid ook de hele tijd al. Dus ja, echt super tevreden over hoe de les ging. Oh ja, en ze zei van mijn part kan je gewoon weer lekker gaan beginnen met starten met hem. Dus misschien moet ik er ook weer binnenkort weer even naar gaan kijken. Ik wil nog even een paar keer in de bak lekker trainen. En dan ga ik denk ik weer lekker op wedstrijd een keer. Ik wilde eigenlijk eerst weer even een online proefje doen. Voordat ik dan weer echt op pad ging. Alleen volgens mij mag je dus met M2 dus geen online proefjes meer doen. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Wij zijn in de Applejack. Ja, voor mij echt de derde keer in een maand tijd. We zijn hier allemaal lekker aan het shoppen. Suus, heb je nou dat... Nee. Nog niet. Ik loop nog even verder. Ik heb nog een kwartje van de winkel gehad. Een kwartje van de winkel. Ik ben aan het twijfelen over dit jasje, jongens. Ik vind het echt een heel mooi jasje. Het is wel 100 euro. Maar 25 euro keuzekorting. En kijk hoe leuk kleurtje het is. Dit is dan een beetje reflecterend, zoals je misschien kan zien. Jij vindt het nice, toch? Nee? Ja, ik vind hem heel nice. Dus dan is hij nu 75 euro. Ik wil ook nog een dekje kopen eigenlijk, ja? Is die niet wat groot? Nee, kijk, maar mijn arm is die precies top. Dus hij hoort een beetje. Maar het is natuurlijk wel, kan je er een trui onder aan. Ja, kan je er een truitje onder aan. Het is een beetje regenjasachtig, maar net wel met één laagje erin. Dus het is ook wel... Hoe fantastisch is dit halster van Kentucky? Dit is eigenlijk echt exact mijn halster, maar dan nog even ietsjes luxer. Die rondgenijden die ik voor Mar heb met zo'n plaatje aan de zijkant. Pop it! Loen, hoe gaat het? Niet zo goed. Niet zo goed. Ik mag eigenlijk niks kopen, maar het is te leuk om... Ja, dat probleem heb ik ook. Dus. Hoe gaat het met jou, zus? Nee, daarom heb ik pas geen mandje genomen. Oh, ik heb een soort jas in mijn mandje gegooid. Heel blij mee. Heel blij mee. Dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Oké, zus die wees me op deze jas, omdat ze hem eigenlijk zelf wil. Maar ik vind hem eigenlijk zelf heel leuk. Hoe, dus een beetje herfstjasje. En een fantastisch kleurtje. Misschien ga ik deze wel nemen. Dit is alweer wat duurder. Dus dat is tegen mijn principes in. Maar dit is wel echt een fantastisch keertje. Isa is een TikTok aan het maken volgens mij. Maar we zijn met de jackjes aan beland. Oké, we zijn even aan het matchen. Want dit is natuurlijk het kuurshirtje dat ik laatst heb gekocht. Gekregen eigenlijk van Applejack. En deze was wel heel mooi bij die Lemieux. Die nieuwe kleur van hun. Dus maar ja, dat shirtje past natuurlijk ook mooi bij dat dek dat Luna mee had. En die wil ze eventueel aan mij verkopen. Dus misschien wacht ik daar eventjes op. En als dat niet doorgaat, dan ga ik
deze misschien wel kopen. Ik hou sowieso wel een mieu. Volgens mij heb ik deze kleur dus vorige keer helemaal gemist. Hoe fantastisch is deze kleur? Dat is echt love it. Ik heb deze ook al gemist. Dit is ook een kuurbroek. Hoe fantastisch is deze? Misschien ga ik deze wel nemen. Sorry jongens, maar ik ben gewoon echt oprecht flabbergast dat ik vorige keer 4 kuurbroeken heb gepast. En ik gewoon nu nog allemaal kleurtjes tegenkom die ik nog niet heb gezien. Maar dit is dus ook al een kuur. En dit is ook een fantastische kleur. Ik kan niet hiermee. Het is fantastisch allemaal. Ja, het zit heel nice. Ik vind het wel een leuk setje zo. Wacht, nu ook mijn setje nemen. Ik ga even naar een andere spiegel toe. Oké, ik zit dus heel erg te twijfelen hierover. Want ik vind het echt een fantastische broek. Kijk. Alleen, dit is een maat 34. En het is wel echt al een beetje krap. En deze heb ik even bijgedaan omdat hij dus match. Kijk, hier koper detailtjes. Kijk, matcht hij mooi. Maar ik heb op zich nog een shirtje van BR van echt 6 jaar geleden of zo. Ik denk ook wel dezelfde kleur is. Dus, maar die is misschien ietsjes oranjeriger. Maar het is wel echt... Waarom had ik deze outfit niet gekozen vorige keer? Ja, kijk hoe mooi dit staat inderdaad. Love it, hè? Maar je hebt zo'n ding toch? Niet mee. Ik zie het toch in de spiegel. Nou ja, ik heb hem volgens mij ook in iets oranjeriger. Dus dan bestel ik misschien deze in 36. En dan ga ik kijken of dat bij elkaar past. En zo niet, dan bestel ik misschien deze nog. Van afstand, ga eens, loop eens daarheen. Dan zie je de details echt amper. Ja, maar het gaat om het idee. Nee, maar ik bedoel, als je nog iets oranje hebt, dan maakt het niet uit dat het... Nee, precies. Love dit winkelmandje. Alles lekker. Hunter Green heet het, toch? Ja, Hunter Green en een mooie... Kijk, dan hebben we een trio. Fantastisch. Want Luna heeft precies hetzelfde. Ik heb precies hetzelfde. Helemaal leuk. Die van mij zit gewoon al sinds april in de verpakking. Oh, boepje. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Ik moet toegeven dat ik dit wel een heel mooi dekje vind van Escadon. Ziet echt heel stevig uit. En een knie. Zo'n vongertje aan de voorkant. Oké, dit halster is ook al zo fantastisch. Die zijn ook van Kentucky, maar 75 euro. Zo duur. Love trouwens deze handschoenen. Met dit beige-achtige. Dat is echt fantastisch. Hoe mooi. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier? Ben je al bekend? Oké, even zonder grapjes. Ik ga jullie even op de hoogte brengen van de situatie. De situatie is dat het gaat omweren. Ah, jullie staan al binnen, vriendjes. Hebben jullie het al gemerkt? Zijn jullie al klaar om te schuilen? Nee, waarschijnlijk willen jullie vetzakjes gewoon vreten. Hé? Maar goed, wij komen net terug van de Applejack. Nee, dat is niet waar. Mag niet liggen. Wij komen net terug van... Ik weet niet waar we terugkomen. Oh ja, van het restaurant. We zijn uit eten geweest. Daarvoor naar de Applejack. Luna heeft een nieuw halster gekocht. En daarmee is Priet vanaf 300 kilometer afstand al te zien. Hij is wel echt heel cool. Sprietje, wat doet ze je aan? Nee, ik vind ze leuk. Schrik je niet van jezelf? Leuk, hè? In de ooghoeken. Zo fel, ik zou gelijk migraine krijgen. En kijk. Hiervoor kijken jullie natuurlijk allemaal die vlog. Ja, voor het schattigste in de wereld. Het auw, dat deed pijn. Het is een kootje. Het is een kootje. Een kootje mag nu even schattig zijn. Dus ik ga even zijn... Wacht, kijk, hier is de baby. Met mooi licht. Hey moppie. Oh, wat een diepe zucht. Kusjes van Kootje. Oh, toch niet? Was niet zo bedoeld? Paardjes gaan naar binnen, want het gaat omweren. Dus Spriet... Oh, beetje overbelicht. Maar Cas, Spriet en Freek zijn op stal. Dus die gaan op stal. Oké, het lijkt op camera. Oh, iemand heeft hem ook echt ziek overbelicht gezet. Dit is de werkelijkheid. Het lijkt op camera niet zo heel erg donker, wil ik zeggen. Maar je ziet eigenlijk wat voor onweersgebied er hier naartoe komt. Het is ook flink al aan het donderen. Ik heb helaas niet de tijd om nog even uit te gaan mesten. Ik heb alleen het hooi net in de stal even de inloopstal gevuld. Zodat ze lekker in de inloopstal gaan staan. Regen ze niet zo nat op zich, maakt het niet uit. Want het is hartstikke warm. Dus ze kunnen prima lekker nat regenen. Maar dan kunnen de paarden zelf gaan beslissen of ze even nat geregend willen worden of niet. En dan waarschijnlijk stopt het pas gewoon 10 uur 's avonds. En ik hoop dat het dan nog een beetje ligt. Dat ik de trek kan uitmesten. Want ik kon gisteravond de trek ook al niet uitmesten. We hebben namelijk nu nog maar met 1 kruiwagen natuurlijk. Moeten we een trek en 3 weilandjes uitmesten. Dus het is elke keer gewoon best wel vechten om wie die kruiwagen kan hebben. En dan redden we het weer niet qua tijd. Gelukkig komt Carmen. Gelukkig komt Karin morgen en die neemt ook een kruiwagen mee. Dus dan is het allemaal net wat makkelijker. Want buiten dat ook trouwens 3 weilandjes uitgemest moeten worden, moeten er ook 3 stallen nu uitgemest worden. En daardoor zit je gewoon constant te wachten op de kruiwagen. En dan ja, ga je alweer iets anders doen volgens planning. Of is het echt midden, het heetst op de dag, dus daar heb je er ook niet zoveel zin in.
Dus elke keer denk ik, doe het 's ochtends of 's avonds wel. En dan heeft iemand anders de kruiwagen ingebruikt. Dus dat is een beetje irritant. Dus ik hoop dat ik het vanavond nog even zie. Maar goed, het hooi is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik vind met die warme dagen niet zo lekker als er allemaal mest op de trek ligt. Ook voor de omgeving en zo. Maar goed, onweer komt eraan. Wat ik eigenlijk heel chill vind voor het gras en voor de bak. De waterbak is trouwens aan het vollopen. Dat zal ik hier straks laten zien. Want mijn pomp die pompt het dus nu naar de waterbak toe in plaats van naar de bak toe. Dus ik moet eventjes een dop hebben op die leiding. Zodat hij dan niet naar de waterpoel gaat, maar de bak ingaat. En dan lekker, dat gaat ook, komt ook snel deze kant op. Je ziet het gewoon bewegen. Holy shit, het gaat echt ziek snel deze kant op. Oké, afgeleid. Maar dan wordt mijn bak lekker beter. Dan ga ik vanuit het weekend natuurlijk lekker sproeien. En dan is het helemaal fantastisch. En het is natuurlijk heel goed voor het gras. Dus ik ga lekker nog een video editen. Aangezien het toch gaat regenen.